Robert van Tricht, governor van de Centrale Bank van Suriname, zegt dat er momenteel een enorme druk is op de wisselkoers. Dit gaf hij vanmiddag aan op een persconferentie. De governor zegt dat diversificatie van de economie noodzakelijk is. De problematiek rondom de import van gartalen US-dollars vanwege de aanhouding van de euromiddelen door Nederland in 2018, om precies te zijn april 2018, doet zich gevoelen in het tekort aan cash US dollars en nu zeer voetbaar. Vanwege de dollarisering van bepaalde sectoren, zoals goud, visserij, hout, wensen exporteurs cash US dollars op te nemen bij lokale banken om betalingen te plegen. En omdat er bijkans een jaar geen US dollars zijn geïmporteerd, zijn die dus die ook niet voldoende aanwezig. Exporteurs kunnen nog altijd vrijelijk girale betalingen plegen. Importeurs zo ook. Vanwege het langer uitblijven van voldoende US dollars zijn de sentimenten overgeslagen naar andere segmenten van de valutamarkt. Van Tricht zegt verder dat behalve de kasreserveregeling er ook andere instrumenten ingezet zullen worden om de liquiditeiten van de moederbank te beïnvloeden. De focus op de liquiditeiten van banken zal een belangrijke manier zijn om de wisselkoers stabiel te houden. Met dit comité zullen wij tijdige beslissingen, geïnformeerde en tijdige beslissingen kunnen nemen op het gebied van liquiditeitsbeheersing in het financieel systeem. Een belangrijke vereiste voor de effectiviteit van het monetair beleid is een goed functionerende interbankaire markt. Hieraan zal door de bank de nodige aandacht worden geschonken. Verder vind ik de ontwikkeling van de secundaire markt voor schatkistpapier van essentieel belang, zodat ook het publiek een alternatief heeft in beleggingsinstrumenten waarin tegen gunstige voorwaarden eventuele korten gefinancierd kunnen worden. Tot zover Robert van Tricht, governor van de Centrale Bank. Hij sprak vanmiddag op een persconferentie die is gehouden in de vergaderzaal van de Centrale Bank.